zo blij om te eten. Oh. Omdat we nog niet hebben gegeten. Nee. We hebben nog nooit echt samen een video opgenomen, hè? Alleen maar vlogs. Ja. Is dat scheef of niet? Volgens mij een beetje. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Samantha. Hi! Samantha is een vriendin van mij en wij gaan lekker een mukbang opnemen. En we gaan een Five Guys mukbang. Ik ben zo excited. Ik ook. We hebben echt nog de hele dag niks gegeten. Het is nu... Zodat we dit kunnen eten. Ja, het is nu 2 uur of zo, zoiets. Ja, 10 over. 2 al. Nou ja, en we gaan lekker eten. Dus we gaan alles uitpakken en we hebben echt... Oh, we hebben shakes. Jij had een peanut butter. Ik had een peanut butter salted caramel shake. En jij een koffie shake. Maar we weten dus niet... Oh, dit is een koffie, dit is peanut butter. Denk ik. Handig. Nou, we proeven het wel. We hebben friet. We hebben een burger. Ja, we hebben een bacon cheeseburger en een hotdog. Om te delen. Om te delen. We gaan het snijden. En we hebben lekker veel friet. Ja. Oké, burger. We hebben een grote. Because we need food. Guys, this is niet... Five Guys burgers zijn fucking lekker. Okay, we moeten het gewoon één keer in je leven eten. Ja, dit moet je gewoon... Het is niet overal, hè? Oh, dat ziet er... Die hotdog ziet er super een bacon uit. Cheese hotdog. Ook is dat? Poppy. Oké, we're good. Oh, ik heb poppy nodig. Mmm! Is het lekker? Zo. Mm. Dat is een goede combi. Mmm, right? Wie weet het al. Oké. Ja, ik vind hem goed. Oké, okay, dus we zijn zo blij. We hebben met alles erop gewoon. All the way. Got it. Dit is echt een dikke berg op de sneeuw. Jalapenos, yes. Ja, dat had ik erop gedaan. Extra. Oké, okay, en we hebben ondertussen dus ook vragen die we gaan beantwoorden. Tadam! For you, madame. Oh my god. Omdat ik van je hou. Normaal deel ik nooit meer eten. Gaan we eerst voor de hotdog? Wat is nieuw? Die hebben we gegeten. We gaan eerst hotdog proberen. Die heb ik nog nooit op. Oh my god, this is amazing! Ik val helemaal niet op elkaar. Oké. 1, 2, 3. Oké, okay, ik ben goed. Ja. Oh nee, we hebben lipstick. Lekker spicy ook. Die jalapenos is heerlijk. Ja, dat valt echt nog. Dit is lekker. Dit is een echte hotdog. Dit is echt lekker, joh. Mmm. Ik heb er verder nodig. Dit is echt een Amerikaanse hotdog. Ja. Het is echt goed. Het is best wel duur, Five Guys. Maar het is wel echt goed. Het is duur. We waren hier €40 voor kwijt, volgens mij. Maar, lifehack, als je naar Five Guys gaat met een vriendin. Ja. Koop 1 friet. Want dat is best veel. En koop 1 drinken, want je krijgt gratis refills. Oh, mijn milkshake. Milkshake volgens mij niet, maar soda pop wel. Ja, dat hadden wij vorige keer ook gedaan. En 1 friet en gewoon zo'n Lidl cheeseburger, want dat is ook zat. Vullend. Oké. Oh, ik sla mezelf bijna. Oké, even vraagjes erbij. Je hebt ook... We hebben nu regular. Mmm, zo lekker. Maar je hebt ook... Groot. Met heel veel Cajun. Je hebt Cajun fries, dus met Cajun seasoning. Oh, lekker. Oh shit, ik haat vragen kiezen. Wat is je duurste aankoop? Ik zou het ook niet weten. Ik versteed zoveel. Ja, misschien een telefoon dingen. Of zo. Ja, zijn ze ook mijn laptop? Ja, dat eigenlijk. Ik heb eigenlijk nooit friet met ketchup, maar... Ja, ik wou naar mezelf, dus ik weet ook, een bank is ook fucking duur. Ja. Een bed. Dingen zijn ook normaal duur. Ja. Ik zou het niet weten. Nee. Wat doen wij nu in het weekend, nu we niet meer uit kunnen? Nou. Sleepovers. Ja. Eten. Ja. Gisteren hadden we... had Samantha zo lekkere taco's gemaakt. Dat was niet normaal.
Dat was echt heerlijk. Maar van die Amerikaanse, van die Mexicaanse echt zo lekker. Wanneer willen we op onszelf wonen? Ja, jij woont. Ik woon op mezelf al sinds 2016. Nou, hoe oud was je toen? Eigenlijk. Ik was eigenlijk al 17. Bijna 18. Ja? Zo jong. Ja, want ik ben nu in augustus jarig en ik heb sinds 1 augustus meisje. Maar je moest wel. Ja, zo ik anders wonen. Nee, maar ik vind het ook fijn om alleen te wonen. Ik ben er heel snel van opgegroeid eigenlijk. Ja. Maar zijn man daar komt het weer zo. En ik ben 4 jaar geleden voor mijn studie gekomen. Ja. En ik ben geslaagd. Zo leuk. Ik vind het wel echt leuk, hè, mezelf. Sowieso is het soms heel stil als je helemaal alleen woont. Ja. Vooral als je een grote familie gewend bent of heel veel vrienden die er altijd zijn. Maar op een gegeven moment ben je er wel aan en is het fijn. Je hebt je eigen space, je eigen ruimte om gewoon je dingen te doen. Maar had je niet bijvoorbeeld met vriendinnen anders gewild? Weet je, dat zeggen mensen vaak om niet met je vriendinnen te wonen. Want je denkt dat je iemand kent totdat je met ze gaat samenwonen. Ja, dat is ook zo. En ik heb liever dat ik nog vrienden blijf met mijn vriendinnen, maar... Snap ik. Ik weet niet. We zijn heel goed met elkaar, maar als we samen zouden wonen, dan zou het echt chaos zijn. Ik denk dat we elkaar zouden vermoorden. Ja, dan ga je wel echt, eigenlijk een andere kant leren kennen, dat je misschien niet wil. Mensen die niet opruimen, mensen die niet koken. Ja, ik wil samenwonen met Isabel en Bo, maar ik denk dat het best wel anders gaat, want ik ken hun al mijn hele leven. Jullie wonen basically al samen. Ja, we wonen allemaal naast elkaar en... Dat was anders. Ja. Verder zou ik echt met niemand kunnen. Echt niet. Ik zou volgens mij ook niet met mijn zus kunnen wonen, terwijl ik mijn hele leven met haar opgeleid. Ja, echt niet met mijn broer. Nee. Oh, we gaan helemaal pauze. We zijn die fase voorbij. Ja. Wat is het ergste wat een ex-vriendin je heeft geflikt? Ik heb een paar kutvriendinnen gehad. Ja? Eentje, zij is echt super toxic. We hadden zeg maar een hele vriendenkring en geen één persoon in onze vriendenkring is goed met haar. Oh. Maar zij is echt de lieve laatste dat ik haar had gesproken. Waren we net verhuisd in Nederland. Ja. Zij is jarig in september. Ik had een best groot huis. Dan was ik, oké, mag je feestje hier houden. Ja. Heeft het hier gehouden. Iedereen is blijven slapen. Het was groter dan wat ik had verwacht. Ja. Toen had ze nooit meer met mij gesproken. Ik vond dat echt niet kunnen. Dus je hebt je eigenlijk gewoon fucking hard gebruikt. Maar zij is heel toxic. Oh, wat erg. Ik snap echt niet wat mensen zo kunnen zijn. Oh, wat erg. Oh my god, jongens. Ik vind haar echt heel toxic. Dit is niet normaal. Hoeveel burgers zijn het op elkaar? 2 patties? Niet normaal. Fucking dikke burger. Ik ga dit niet eens kunnen eten. Volgens mij kan ik er niet eens een normale hap uit halen. Lekker. Cute. En voor jou? Ja, voor mij. Lastig. Ik heb heel veel vriendinnen. Die ik zeg maar niet meer spreek. Maar niet per se dat het... Maar niet per se dat er echt iets is gebeurd of zo. Sometimes your girl part. Meer gewoon mensen van de middelbare. Mijn middelbare friends zijn altijd drama. Ja, gewoon... Ja, ik weet niet echt of iets echt is geflikt of zo. Misschien wel, maar ik zou het niet weten nu. Dus niemand die ook zeg maar... Ik spreek ze niet meer, maar als ik ze tegenkom zou ik wel gewoon... Groeten. Ja. Iemand zegt van, wat vind je van het influencers photoshop en zoveel meiden onzeker maken? Ik denk dat zoveel mensen photoshoppen. Maar ook wat ik heb gezegd, Instagram is gewoon fake. Ja. En dat moeten mensen beseffen, het is moeilijk. Ja. Bijvoorbeeld als je elke dag Kim Kardashian en zo ziet, moet je snappen dat zij niet echt zo eruit zien. Ze hebben sowieso fucking veel werk gelaten daarop in het lichaam. Ze hebben zoveel als ze laten doen. En dan gebruiken ze ook nog filters. En iedereen wil de beste kant laten zien. Dat is Instagram. Dat is gewoon zo. En ik bedoel, ik photoshop ook wel eens, ja. Maar... Nee, maar niet eens photoshoppen zijn. Je hebt ook gewoon... Je plaatst wat je wilt plaatsen en dat is altijd de goede dingen. Volgens mij ziet er nog flink uit, maar vanochtend zaten wij met messy bun, no make-up op de bank. Mascara onder. Ja. Dus het is ook wat je laat zien. En iemand natuurlijk zijn beste kant laten zien. Dus ja, ik zie... Instagram zie ik niet als real life, maar ik kan er ook echt heel onzeker van worden. Sowieso. Vooral als je heel veel pretty girls ziet die dan die Kim Kardashian lichaam hebben. Dan denk je echt, hoe de fuck is dat mogelijk? Maar dat is mogelijk met geld. Ja, met geld en heel veel filters. Hun kunnen
privé personal trainers kopen die hun helpen. Mensen die hele voedingsschema's opstellen voor een gezond koken. Ik bedoel, hun hoeven er eigenlijk bijna niks aan te doen behalve de stappen te volgen. Nee, ik had het laatst over met een vriendin en ik werd er serieus emotioneel over. En zij had gezegd van, jij bent genuine als persoon, maar ook gewoon, je bent oprecht op je Instagram. Sowieso doe je je make-up, ja. Je post een foto in een ridiculous glitterjurkje. Maar je bent gewoon ook jezelf. Ja. Ook met mijn captions, ik ben niet serieus, ik maak altijd grapjes. En ik vond dat wel heel leuk om te horen dat iemand dat zegt. Ja, dat is echt zo. Ik bedoel, dat laat ik ook met mijn YouTube kanaal zien. Van, the real you. Dit ben ik ook, weet je, zo zie ik er gewoon uit. En het is niet dat ik mijn hele hoofd bewerk en me helemaal anders maak. Maar natuurlijk, ja, facetune je soms even wat, smoother of make-up fixen. Make-up, ja, je wilt gewoon, je hebt moeite gedaan om die foto te maken en dan moet hij er goed uitzien ook. I'm guilty. Oh mijn god, dit valt helemaal uit elkaar. Ben ik het niet aan het eten. Het is niet normaal. Ah, wel lekker die lekker. Bacon. Noem maar eens, echt een aanrader. Ja, echt kopen waard. Hebben wij wel eens een awkward date gehad? En hoe gingen we ermee om? Ik heb niet zoveel gedate. Niet dat ik echt gedate. Ik heb nog nooit met iemand afgesproken. Bijna nooit, heel weinig. Maar we waren geen slechte date. Nee, die ik niet ken. Maar jij hebt ook al echt wel lang met je vriend. Wel 4 jaar, bijna 5. Ja, eigenlijk sinds je hier bent, toch? Vanaf het begin. Ja. Nee, maar met dates ook. Ik heb niet veel mensen gedate en het waren geen slechte dates. Ik zou niet weten. Ik heb niet zo'n horror story dat hij raar was, dat ik stapte. Ja. Maar dat komt denk ik, stel je date heel veel, dan ga je echt wel een keer een weirdo tegenkomen. Sowieso. Ook met Tinder dates en zo. Dat heb ik ook nooit gehad. Dus. Ik ook niet. Zijn we op dit moment gelukkig? Ja. Ik ook wel. In ieder geval. 2020 was moeilijk. Ja. Dat is vanzelfsprekend. Ja. Voor veel mensen voor andere redenen. Maar ik ben er wel van gegroeid. En ik ben nu blij met wie ik ben als persoon. Ik heb heel veel van mezelf geleerd. Sim, echt. Precies dit. Gewoon. 2020 was echt een domper. Echt momenten dat ik me echt kut heb gevoeld. Maar inderdaad, ik ben echt zo jezelf tegengekomen. Dat is niet normaal. Dus je gaat echt nadenken omdat je te veel tijd over hebt. Dus je gaat... Maar ook gewoon, op een gegeven moment word je zo negatief. Ja. Ook al bereik je dingen in je leven, dan ga je het niet... Dan ben je het toch niet, nog steeds niet goed. Het blijft echt, komt echt zo'n negatieve spiraal. Alles en iedereen is negatief. En daar moest je echt uit. En 2021... Dat is een nieuw perspectief. Is echt. Gaat echt veel ik beter. Ik was zo blij dat 2020 voorbij was. Mm-hmm. En ik was gewoon thuis met mijn familie. Het was een andere sfeer. Ik was blij. Fuck 2020, 2021 wordt leuk. Ik maak het leuk. Ja. Ik ben echt heel erg blij, zeg maar, heel erg in gaan hangen. En nu heb ik echt zoiets van, nee, ik negeer het gewoon. En ik doe gewoon mijn leven. En het komt goed. Maar celebrate the little wins, zeg ik ook altijd. Ik was bijvoorbeeld geslaagd, maar toen was ik nog steeds boos dat ik een bepaalde cijfer heb gekregen. Oh, of dat het niet is gegaan hoe ik wil wou. En dan denk ik, dude, je hebt je HBO-diploma gehaald. Hallo. Je moet trots zijn op jezelf. Ja. Je hebt ook echt wel met die scriptie en zo gezeten. Het is niet leuk. Nee. Nee, maar ik denk gewoon, vooral voor mij, dat ik 3 maanden thuis ben geweest, vond ik echt fijn dat ik dat kon doen. Ja, ze is 3 maanden naar Curaçao geweest. Paradise. Ach, dat had ik hard nodig. Ik heb de hele winter geskipt. Ja, je hebt echt gewoon letterlijk de winter geskipt. Echt. En nu heb je alleen de leuke winter gehad met ijs en sneeuw. Iemand zegt of wij wel eens ruzie hebben gehad met ons vriend. Altijd. Ik ben heel koppig. Ik zeg het gewoon heel eerlijk. Ja, nou is dat goed. En als vrouwen ben ik altijd degene die de juiste antwoord. Nee, nee. Hoe wil ik dat zeggen? Of ben ik niet seksist? Vrouwen zijn altijd juist. Dat is het gewoon. Ja. Men ain't shit. My men deserve less. Nee. Mijn vriend is ook heel koppig, maar ik ben super koppig. Nou, ik ben nog niet zo heel lang met mijn vriend. 5 maanden nu bijna. We hebben letterlijk wel eens discussie of zo. Ja, maar dat is nooit het, echt ruzie. Ja. Maar we hebben nooit echt ruzie gehad of zo.
Ja, maar wij kunnen, als je in een relatie bent, kan je ook ruzie hebben over een plant. Heel, hij daagt me heel erg uit, vindt hij leuk. Maar dat is ook. Maar dat vind ik ook leuk, maar op een gegeven moment anders dan ben ik ook heel fel. Het kan soms irritant zijn. Ja. Dus ik kan echt gewoon zo schreeuwen. Maar dan echt gewoon 1 minuut later is niks aan de hand. Nooit dat ik echt gewoon super slechte ruzie heb gehad. Nee, dat het echt heel dagen, toxic is en dat we niet... Dat je dagen niet met elkaar praat en... Nee. Nee, maar ik denk dat iedereen wel ruzie heeft met elkaar. Tuurlijk. Of discussies. Ja. Zo zetten. Ja, discussie. En wij zijn allebei wel... Wij zijn juist allebei niet koppig. Dus dan is heel snel van, nou, whatever, laat gewoon. Nee, ik ben sowieso koppig, maar like I said, je leert van je leven. En I'm a person, like, altijd mijn energie. Altijd met te veel energie kost en it's not worth it. Boeit me niet. Ja. Dan ga ik het niet aanvechten. Nee, ik heb het al. Het is zo groot. That's what she said. Jeff. Ah. Oh, dit is zo lekker, jongens. Ik heb peanut butter, salted caramel, Ze hebben best milkshakes. Ze hebben echt veel smaken. Maar ik vind het ook oprecht lekkerder. Zelfs zo niet in chocolade lekkerder dan bij KFC of de Mac. Ja. KFC is gewoon altijd waterig. En bij de Mac is het gewoon ijs. Ja. Het is echt zo'n thick... Creamy. Oh. Echt een Amerikaanse shake. Ik kan er nog wel 5 op, ik zweer het. Ik wil ook niet weten hoeveel calorieën erin zit, maar... Weet je, it's about balance. Healthy. Healthy life. Leukste jaar. We staan in de middelbare. What the fuck is this shit about mijn middelbare jaar? Kijk hoeveel friet we gewoon nog hebben. Het slaat helemaal nergens op. Wat doen jullie tijdens de coronatijd? The same shit that everyone's doing. Nah. Als je met iemand op een onbewoond eiland zou moeten zitten, wie zou dat dan zijn? Niemand zelf en hij. Right? Nee. Iedereen. Ugh. Dan krijg je echt ruzie met iedereen. Ja. Als je 1 persoon in je leven hebt, dan. Ja. Maar zou ik echt sowieso echt moeten kiezen? Dan zou ik wel voor mijn vriend kiezen. Sowieso. Maar ja. Okay, maar wat het vragen is. Wat moet je doen als je niet kan kiezen tussen 2 jongens? Ja, ik. Weet je, ik zou gewoon met allebei op date gaan of zo. Kijken wie je en leuker kijken, bent. Ja, waar je een beter gevoel van uit hebt overgehouden. Ah. Maar volgens mij spelen er gewoon heel veel factoren ja een rol. Dat is het. Het is niet makkelijk van, oh, hij is leuker. Misschien nee ben je al veel jaren vriend met één. Soms heeft de één wat de ander net mist, maar je kan ook niet alles hebben. Dus... Ah. Listen to your heart. Ik zou dat zo'n goede tip. Gewoon op date gaan. Kijken ja wie je gewoon blij maakt. Ja. Volg je hart. Gut feelings. Je wallpaper is ja echt, je moet altijd... Je instinct volgen. Altijd. Het dus klopt altijd. Ik heb nu ook op school heel erg erover met minor. En je intuïtie, dat is echt iets waar je echt naar moet luisteren. Dat doe ik echt al jaren. Dat heb ik op school geleerd. Zou je voor 100.000 euro... wat je mag delen met je vriendinnen, je ex zoenen? Nee. Niet nu. Een van mijn exen zo leuk. Niet nu, want ik heb een vriend. Nee, maar dat sowieso. Maar ook als ik naar mijn exen kijk, vind ik ze niet zo leuk. Omdat ik maar 100.000 euro. Zal ik ze op de wang zoenen? Wat zei je? Kan ik hun op hun wang zoenen? Ja, op hun wang. Hun hand. Zou je dat doen? Een eerkjes. Ik ja, weet het niet. Voor 1 miljoen zou kijk, ik kijk, nu sowieso niet. Nee, ja, altijd een relatie. Maar zelf een vriend zou het goedkeuren, maar dat zou hij sowieso nooit goedkeuren. Maar zou hij zo voor 1 miljoen zou ik het wel doen. Ja. Let's get money. 1 miljoen zou ik het doen. Ik ga op vakantie. Maar echt, oh mijn god. Nou, is dit echt vol hoor? Het is too much. Het is, valt zo erg, maar het is echt vol lekker. Dus als je, het zit in Den Haag. Rotterdam, ga Rotterdam kijken. Rotterdam. Ja, geopend. Utrecht de twee. Ah, dat heb ik ook anders. Utrecht, Den Haag en Rotterdam dus. Ik hoop dat jullie de video heel leuk vonden. Ik vond het echt super lekker. Gezellig dat jullie de video gemeten was. Ja, dat is iets dat we goed kunnen. Vond je de video nou leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet om mijn kanaal te abonneren. En ons te volgen op Instagram. Dat staat hier in beeld. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.